Tom van Limp, we zijn hier in Asten bij Manege Heiligers. Afgelopen weekend hebben we de laatste dag van de selectie voor de zelfveulenveiling gehad in Brabant. Zijn er voldoende veulens geselecteerd? We zijn heel eind op weg. We zijn bijna op het aantal veulens wat we willen. De laatste loodjes nog. En dan, dan moeten we uiteindelijk toch wel het aantal halen wat we willen hebben. Je zegt de laatste loodjes. Hoe ga je nog meer aan meer veulens komen? Ja, we hebben nog een extra selectiedag ingelast en we hebben nog een paar tips gekregen van heel interessante veulens die nog links en rechts staan. En er zijn vaak nog wel jonge veulens, dus op zich gaan we er toch even een kijkje nemen om te kijken of er nog wat extra eyecatches bij zitten. Als mensen zich nog willen aanmelden voor de veulenveiling, is dat nog mogelijk? Ja, in principe kan het tot de foto- en filmdagen die we hebben. En daarna dan stopt het echt, want dan moeten we echt aan de publicaties beginnen, aan de boekje en de film, de foto's, et cetera. Dus, ja. Je hebt het over de foto- en filmdagen. Wanneer worden die gehouden? We gaan in het noorden van het land bij Stal Wezenberg filmen en fotograferen op zaterdag 18 juli. En we gaan in Asten-Heusden op maandag 27 juli gaan we de foto- en filmdag houden.